Als je een school bouwt, zoals deze in Zoetermeer, dan heb je daarvoor beton nodig. Heel veel beton. Dat begint al met de heipalen. Die worden meestal kant-en-klaar aangeleverd en dan de grond ingeslagen met een heimachine. De volgende stap is dan het maken van de fundatie. Bij de heipalen worden eerst de koppen gesneld en dan wordt de bodem van de bekist ingeplaatst. Hier is dat gedaan met de zogenaamde powerkist. De betonvlechters hebben nu alle ruimte voor het maken van de bewapening van de fundatiebalken. Als dit karwei klaar is, kunnen de zijkanten van de powerkist geplaatst worden. En dan komen wij met een van onze 8 betonpompen. We hebben 4 modellen. Deze hebben diverse hoogten en capaciteiten, zodat er altijd een geschikt model voorhanden is. Voor dit project is de grootste gebruikt, de Poetsmeister M42. In een vrij korte tijd zijn alle powerkisten volgestort. Als het beton is uitgehard kunnen de kanaalplaten geplaatst worden. Dit gebeurt met een grote kraan. Er wordt een opstaande rand gemaakt en er wordt bewapening op aangebracht. En opnieuw komt de betonpomp, nu om een betonlaagje over de vloer aan te brengen. De bouwers gaan weer verder en gaan de lucht in. De staalconstructie die de verdiepingsvloer moet gaan dragen wordt aangebracht, alsmede enkele muren. Vervolgens wordt de verdiepingsvloer geplaatst. Ook hier gaat weer bewapeningsijzer overheen en opnieuw komt de poetsmeister M42 in actie. Dit wordt enkele weken later herhaald als het dak van de school is geplaatst. Op dinsdag 29 juni kwam de betonpomp voor de laatste keer in actie voor dit project. Het is nu nauwelijks voor te stellen dat dit vroeger met kruiwagens ging, over wiebelige plankjes. Met een betonpomp gaat het veel makkelijker en sneller.